En dan gaan we naar Nijmegen, naar de feesten, want die zijn begonnen. Het is de eerste dag van de Vierdaagse Feesten, die jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen trekken. Volop drukte dus in en om de stad. We gaan naar verslaggever Annemieke Schakelaar, die is op de Waalkade in Nijmegen. Annemieke, nou, acht uur, het is nog rustig. Het is ook nog rustig. Het is echt het opstarten van die eerste avond van de Vierdaagse Feesten. Rustig, maar wel een hele lekkere, relaxe sfeer. Mensen zijn nu vooral een beetje aan het flaneren, eetplekjes zoals hier. Aan de Waalkade op aan het zoeken. Ik ben al even in het park geweest op wat pleintjes. Overal is het een beetje zoals hier. Lekkere bentjes, zonnetje, relaxed. Maar het is echt nog wel een beetje opstartend. Ja, rustig zeg je, relaxte sfeer. De afgelopen dagen was natuurlijk veel in het nieuws, hè? Grote evenementen en veiligheidsmaatregelen. Wat merk jij daarvan als je in Nijmegen bent? Eigenlijk niets. Het feest voelt zoals het de andere jaren voelt, als ik hier ook ben. Natuurlijk wordt er hier en daar nog wel over Nies gesproken, maar mensen hebben gewoon zin in het feest. Zeggen ook van ja, weet je, we moeten hier ook gewoon doorgaan, want je helpt er niemand mee als je hier ook met een sipgezicht gaat zitten. Nou was er vanochtend nog wel wat gedoe over een beetje knullig geschreven briefje, wat bij de politie en de kranten belandde, bij de Gelderlander, waarin iemand zegt van er komt een aanslag. Nou, dat is redelijk serieus door de politie onderzocht, maar die zeggen van nou, dit is echt onzin, dit hele briefje. Hier hoeven we verder ons geen zorgen om te maken. Dus het is vooral genieten van theater, van muziek, van lekker eten, een beetje flaneren. En dit jaar, je kunt het vanaf hier bijna, ik kan het zien aan de overkant van de Waal, is dit jaar terug van weg geweest. Het festival op het eiland, op het kerstverse stadseiland, een strandje. Daar zat het een heel relaxed festivaletje en daar waren we vandaag ook even. Hier in de binnenstad zijn de zomerfeesten losgebarsten. Veel decibellen dus, en dat niet alleen. Ja, met de kinderen is het wel echt heel druk. Daarom gaat dit gezin met het gratis pontje naar het gloednieuwe stadseiland. Daar zijn de alternatieve zomerfeesten een oase van rust. Het is heerlijk hier, vooral voor de kindjes. Er is genoeg te doen. En lekker aan het strand. En dat betekent geen lange wachtrijen of hutje-mutje staan. Dit vinden ze dan toch wel leuker. Hier kunnen ze meer hun gang gaan. Pony rijden, in de draaimolen en ja, nog veel meer. Hier is ook een draaimolen en dat is het leuk. Maar niet alleen liefhebbers van draaimolens en rust komen hier aan hun trekken. Maar ook gewoon de meer cultuurliefhebber. Want we hebben ook dansvoorstellingen en straattheater, theatervoorstellingen. En dat zie je in de stad verder niet. Maar wel gezellig natuurlijk, ja. In ieder geval is er voor ieder wat wils op deze zomerfeesten. Eerst lekker de rust met de kindjes en dadelijk weer de stad in. Ja, gaan we nog even terug naar Annemieke op de Waalkade. Ja, Annemieke, als we vooruitkijken, het wordt ontzettend warm. Deze week zijn de vooruitzichten. Dat betekent nog wel wat voor de wandelaars. Ja, dat betekent het zeker. Het is nu heerlijk warm, maar het gaat echt tropisch worden. Is vandaag eigenlijk bekend geworden. Temperaturen boven de 30, misschien wel 33 graden. Dan moet je als wandelaar je maatregelen nemen en zorgen dat je genoeg vocht, maar ook zout binnenkrijgt. De organisatie van de Vierdaagse gaat morgen overleggen of er extra maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld meer watertappunten. Annemieke vanuit Nijmegen, dankjewel. En wilt u nou nog meer lezen over de Vierdaagse? Volg dan onze app en druk daar op de button van de Vierdaagse.